Waar veel ondernemingen lijden onder de coronacrisis, weet Ahold Delhaize, het moederbedrijf van onder andere Albert Heijn, Ethos, Bol.com, juist te profiteren. Het hamsteren, het thuis koken in plaats van in restaurants eten, vaker online bestellen, dat allemaal stuwde de winst het afgelopen half jaar flink omhoog. Bij mij aan tafel de bestuursvoorzitter van Ahold Delhaize, Frans Muller, hartelijk welkom. Goedemiddag. Even voor het beeld, 380.000 werknemers over de hele wereld, waarvan dus 100.000 in Nederland, omzet 19 miljard euro. Tweede kwartaal is de netto-winst zelfs verdubbeld naar 700 miljoen euro. Het kan allemaal niet op. Zijn het toch ook cijfers met een nare bijsmaak? Nou, er zou een veel betere reden zijn natuurlijk om je omzet te zien stijgen dan een coronareden. Ja, want dat is de reden. Ja, dat is voor een belangrijk deel de reden. We hadden een goede ontwikkeling voor corona al met stijgende marktaandelen. Onze omzet in 2019 was een 67 miljard in totaal, maar we winnen overal marktaandeel. Ja. Maar corona is niet de beste reden natuurlijk om je omzet te doen stijgen. Nee, want mensen eten er minder in het restaurant. Het restaurant gaat over de kop. We hebben twee dingen gezien. We hebben vlak na corona gezien die piek in vraag, omdat er paniek aankopen waren. Dat hebben we ook in Nederland gezien, maar ook in Amerika. Hamsteren. Amerika, 60% van onze omzet. Mm-hmm. En daarna zien we dat die buitenshuismarkt stokt en minder goed draait. Restaurants, maar ook kantines van bedrijven en kantines van universiteiten en onderwijsinstellingen. En dat allemaal met positief gevolg voor uw bedrijf? Ja, er wordt meer thuis gegeten. Ja. En dat is dus ook supermarktomzet vaak. Ja. En goede wijn, hè? Wordt ook veel thuis gedronken nu, begrijp ik, uit de stukken. Ja, noemde zo even Bol.com en Ethos en Albert Heijn. Maar Gal en Gal is ook een mooi bedrijf bij ons. En die verkopen inderdaad meer wijn. Komen we nog op. De ene dood is de andere brood. Ik was bij verschillende Albert Heijnen. Beetje veldonderzoek gedaan dit weekend. Ja. Eentje in Amsterdam-Noord, waar het allemaal hartstikke mooi in orde was. Iemand bij de karretjes, eenrichtingsverkeer, allemaal goed geregeld. En eentje in Amsterdam-Zuid, er stond niemand bij de karretjes. Er was geen eenrichtingsverkeer. Het was een beetje een rommeltje. Is Albert Heijn ook een beetje coronamoe? Nee, we hebben zeer duidelijke richtlijnen naar onze mensen toe. Ten aanzien van het dragen van mondkapjes, ten aanzien van het aanbieden van winkelwagens om afstand te kunnen houden en het reinigen van winkelwagens. Als dat in uw beleving niet zo was, dan... Dan gaat u daar zelf vanmiddag onmiddellijk nog naartoe. Nou, ik denk dat onze eigen mensen daar sterk genoeg in zijn om daar iets aan te doen. Ik was gisteren in de winkel in Purmerend en daar werd het heel goed in acht genomen. Dus, wisten ze dat u kwam? Nee, ze wisten niet dat ik kwam. Nee. Ze wisten niet dat ik kwam. Maar goede winkel, maar ook met bewaking bij de ingang. De karretjes, de reiniging en de mondkapjes. Daar was het zeker in orde. Er is natuurlijk veel te doen over het mondkapje, hè, in winkels. Wat vindt u in Albert Heijn? Daar dragen mensen nu niet verplicht een mondkapje. Zou dat moeten? Bedoelt u klanten of bedoelt u werknemers? Allebei. Allebei. Onze werknemers hebben het sterke advies gekregen om mondkapjes te dragen. Dat zien we ook met een hele goede discipline. En Amsterdam-Zuid, daar ga ik nog even achteraan. Bij klanten is het natuurlijk een advies. En we zien daar nu ongeveer, ik schat zo'n beetje zo'n 30-40%. Maar we zien wel een stijgende acceptatie daarvan. En dat is goed zo. Er ligt nu een dringend advies van het kabinet. Hè? Draag een mondkapje in de openbare ruimte, binnenruimte. Ja. Zou het verplicht moeten worden? Ik denk dat het verstandig is dat we duidelijkheid hebben daarover. En dat het niet... De handhaving niet bij het deurbeleid hoort. Dat is niet onze taak, denk ik. Is dit een oproep aan het kabinet? Een oproep aan... We hebben een hele goede relatie met het kabinet. En we stemmen heel veel van dat soort maatregelen af. We hebben ook een hele goede communicatie gehad over de extra uren voor kwetsbaren in de samenleving. En ook over de mondkapjes. Dus we hebben een heel goed overleg met het CBL, het Centraal Bureau Levensmiddelen, en wij zelf en het kabinet. Maar ik denk dat duidelijkheid in deze wel verstandig is. Dus... Ja, oproep aan het kabinet, geef duidelijkheid, stel het gewoon verplicht, het mondkapje voor klanten. Ja, ik weet niet of dat de meest duidelijke regel is, maar ik denk dat het verstandig is als experts tegen ons zeggen dat mondkapjes ons verder kunnen beschermen voor corona, dat een verplichtstelling geen slecht idee is. Nee, zijn ze het niet helemaal over eens, hè, de experts? Maar goed, nu komt het erop neer dat mensen bij u aan de deur, uw medewerkers, dat zelf moeten regelen. En dat is wat u niet wilt.
Nee, ik denk dat het ook onze taak niet is om te handhaven bij de deur. En wat ik gewoon hoop is dat onze klanten ook zien dat het niet een eenvoudige werkomgeving is om nu te werken in supermarkten. En dat ze ons gewoon helpen het onze medewerkers makkelijker te maken. De eerste prioriteit die we hebben is een veilige werkomgeving te hebben. Ja. Maar ook een veilige omgeving voor klanten. De Bijenkorf verplicht het wel. Hè. Woordvoerder liet weten, de gezondheid en de veiligheid van onze medewerkers en klanten hebben altijd onze prioriteit. Verplicht bij de Bijenkorf. Dit geldt dus kennelijk, of u denkt daar dus kennelijk voor uw bedrijf anders over? Nee, onze eerste prioriteit, zoals ik al even zei, onze eerste prioriteit is de veiligheid voor onze werknemers en ook voor onze klanten. En daar hebben we heel veel aan gedaan. We waren de eerste in Nederland met de plexiglas kuchschermen, met reinigingsprotocollen, met eenrichtingsverkeer, met de vestjes met 1,5 meter afstand, met deurbeleid. Daar waren we de eerste in Nederland mee. Daar waren we overigens ook de eerste in Amerika mee. Want corona kwam iets later in Amerika. Dus Amerikanen hebben geleerd van onze Nederlandse situatie. Dus we zijn daar zeer proactief in. En we zullen alles doen ook om het regeringsbeleid te ondersteunen en om corona gewoon terug te dringen. Ja. Maar meer duidelijkheid zou u graag willen, begrijp ik. Corona heeft nog een trend versneld, namelijk het streven naar gezonder eten en gezonder leven. Dat ziet u ook? Ja, dat zien we ook. Het is natuurlijk duidelijk, hè. Als mensen horen dat corona, dat een hogere kans op corona hebt als je een minder goede gezondheid hebt. En we hebben ook gehoord obesitas en diabetes. Ik denk dat veel mensen zich bewuster zijn geworden dat een gezonde voeding belangrijk voor ze kan zijn om fitter te zijn. En u vindt dat ook belangrijk? En wij vinden het ook belangrijk. Jarenlang zijn we daar al mee bezig om mensen te adviseren gezonder te gaan eten. Zij bepalen uiteindelijk de keuze zelf. Maar ik denk dat wij een hele goede positieve invloed daarop kunnen hebben. Dus u probeert producten gezonder te maken? Ja, daar zijn we al heel lang mee bezig. Hè. We hebben natuurlijk een sterk eigen merk in al onze markten. Ja. En daar hebben we directe invloed op, want we zijn tegelijkertijd ook een soort producent. Dus we hebben in de afgelopen jaren enorm veel zout en suiker en vetten uit producten aangehaald. Ja. Maar ook voor allergieën zoals gluten en dat soort dingen. Ja. Kunt u in al onze eigen merken, in die 19 merken, in die 10 landen, dat terugvinden. Dat is mooi. Waarom verkoopt u dan nog sigaretten eigenlijk? Ja, dat is natuurlijk een hele goede vraag. Ik denk dat het duidelijk is dat sigaretten niet een gezond bestanddeel is van het dagelijkse menu. Wij zijn daar al langere tijd mee bezig om ook te zorgen dat sigaretten en roken verder wordt teruggedrongen. En daar zijn we in overleg met de branche, in overleg ook met de staatssecretaris. Maar u zou kunnen zeggen, we verkopen dat gewoon niet meer? Nou, we doen heel veel andere dingen tegelijkertijd. Maar ik kom daar op die vraag nog even terug. We hebben al de rookwaren afgedekt per 1 juli. Die neutrale verpakkingen gaan er komen. We hebben 100.000 mensen bij ons werken, in Nederland bijvoorbeeld. Die we cursussen geven om van het roken af te komen. En tegelijkertijd zijn we met de staatssecretaris in gesprek om dat verder terug te dringen. En als daar het aantal verkopers terugdringen bij hoort en we hebben een goed gelijk speelveld, dan zijn we daar een goed gesprekspartner voor. En ja, dat gaat niet gelijk speelveld. Ja, dat is dat, want u zegt, ja, dan moeten andere bedrijven dat natuurlijk ook in dezelfde regels moeten dan eigenlijk gelden. Maar toch, u zei net, gezondheid vinden we belangrijk. We vinden de gezondheid van onze klanten vinden we belangrijk. Toch blijft u die sigaretten verkopen. Lidl, die houdt ermee op. Kruidvat, trekpleister, houden ermee op. Waarom Albert Heijn niet? Allereerst nog steeds is het zo dat klanten zelf hun keuzes bepalen. Dat is niet aan ons. Maar het is wel zo dat wij dus, zoals ik al eerder zei, met de staatssecretaris en met de branche in gesprek zijn. Hoe kunnen wij verder roken terugdringen? En ik denk dat de supermarktbranche een sterkere impact heeft dan een aantal voorbeelden die u zo even noemde. Is het zo dat de klant wegblijft of dat u minder klanten trekt als u die rookwaren niet meer verkoopt? Daarom is een gelijk speelveld belangrijk. Mensen die bij ons rookwaren kopen, die kopen ook gewoon levensmiddelen. Dus het is belangrijk dat ze blijven komen. Dus als je dus eenzijdig doet, dan zie je ook de levensmiddelen omzet naar anderen gaan. Daarom is een gelijk speelveld belangrijk tussen supermarkten en tussen bijvoorbeeld ook de benzinestations. Ja. En met de staatssecretaris spreken wij over een rookvrije generatie in 2040. En daar zullen we alles aan doen om dat te bereiken. Ja. Goed, u zegt dus eigenlijk, gezondheid van de klant vinden we heel belangrijk. Maar misschien is het nog belangrijker dat de klant naar de winkel blijft komen. En daarom blijft u die rookwaren verkopen. Nee, het is meer een serviceartikel voor ons. Maar we zien wel dat er een correlatie is tussen mensen die voor rookwaren naar ons toe komen en ook de boodschappen doen. Maar als het nou zo is, hè, want ik vind dat interessant. U zegt, wij vinden het belangrijk, ook als Albert Heijn, en u heeft 35% marktaandeel in Nederland, om die gezondheid, om dat te pushen. Zou je dan ook niet moeten kijken van,
wat voor voortrekkersrol je daarin kan nemen. Want u zegt, ja, level playing field natuurlijk, hè, gelijk speelveld, is dat voor iedereen. Het is toch een beetje... U zou toch kunnen zeggen, wij zijn zo groot, wij gaan dat gewoon doen. Ja, daarom hebben we ook, zijn we ook die voortrekkersrol ook bij het ministerie om juist deze discussie aan te zwengelen. Ik denk alleen dat het zo zou zijn als wij eenzijdig daarmee zouden stoppen. Ja. Dat is uw vraag. Mm-hmm. Dat het iets naïever is ten aanzien van hoe lang dat effect duurt. En ten tweede is de boodschappen die daarmee uiteindelijk ook verliest, zeg maar, als speler. Ja. Dat is denk ik geen goede propositie. Gelijk speelveld. U zou veel marktaandeel verliezen als u die rookwaren eenzijdig niet meer zou kunnen verkopen? Nou, dat weet ik niet. Dat experiment kennen we niet. Maar ik denk een gelijk speelveld met supermarkten, benzinestations en anderen. En vergeet niet, hè. Met het verkopen van rookwaren bij ons en bij onze Albert Heijns hebben we in ieder geval een goede controle op leeftijd en een goede controle op de afdekking en het naleven van de regels. Ja. Nog even over die gezondheid. Wat u eigenlijk ook zegt is, ja, wij moeten concurreren op prijs. En die winstmarges zijn natuurlijk niet heel erg hoog. Ik geloof 4% of zo. 4% bij, over de omzet, Albert. Ja. Dus dat luistert nou, dat kan ik me voorstellen. De concurrentie komt eraan, de Jumbo natuurlijk. Die zijn allemaal bezig. Maar zou het niet mooi zijn? En misschien zou u uw macht ook als grote speler op de markt daar kunnen gebruiken. Als die supermarkten op iets anders zouden concurreren dan op prijs. Namelijk bijvoorbeeld op gezondheid. Ja, maar ik denk dat we dat ook doen. Ik denk dat als u in onze winkels komt en we hebben ongeveer 20.000 artikelen... als we het over een Albert Heijn winkel hebben. We hebben 60.000 artikelen als u kijkt naar een Stop & Shop aan de oostkust van de Verenigde Staten. Ja. Dan is juist de breedte van het assortiment en de gezonde propositie en de gezonde ideeën een van onze sterke kanten. En wat zou u kunnen doen om die markt open te breken en dat die prijsoorlog los te laten? Zou u daar iets kunnen doen? Nou, we zijn er dagelijks denk ik mee bezig. Ik denk als we hebben nummer 1 en 2 posities in alle markten waar we opereren. Ook het innovatieve karakter van ons bedrijf naar gezonde voeding, convenience, zult u overal herkennen en dat zullen ook onze concurrenten zo zien. Dus wij zijn juist op zoek naar gezondere proposities. In België bijvoorbeeld, als een voorbeeld, starten we nu een loyaliteitsprogramma waarbij klanten niet loyaliteitspunten krijgen op basis van omzet, maar op basis van gezonde producten die ze kopen. Dat doen we onder een Nutri-score standaard. En dat is typisch zo'n innovatieve nieuwe swing om te kijken naar hoe kunnen we gezondere voeding nog verder meer promoten. Ja. Het gaat goed met Ahold, dat is wel duidelijk. Verdubbeling van de winst, tweede kwartaal. Extra bonus betekent dat ook, geloof ik, hè, voor werknemers. Van 40% heeft u net bekendgemaakt? Nee, ik kan het. Het is een complexe materie, maar ik zal het even precies zeggen wat er aan de hand is. Ja? Onze medewerkers, de meeste van onze medewerkers hebben al een winstuitkering. Daarvan krijgen ze de eerste 70% in december. En daarbovenop krijgen ze van onze directie van Albert Heijn een extra vergoeding van 15% over een maand inkomen. En dat is ook betaalbaar in december. En dat is buitengewoon goed ontvangen. En extra 15% over een maand inkomen. Nou, daar zijn ze blij mee. De vakbonden zijn ook enthousiast. Ik neem aan trouwens dat die stijgende verkoopcijfers voor uw bonus ook betekenen dat die stijgt. Of niet? Ja, ik heb een korte termijn bonus over het jaar 2020. En als daar niet alleen de omzet, maar ook het resultaat beter wordt. Er zijn meerdere factoren. Dan zal ook mijn vergoeding, mijn variabele vergoeding voor 2020 jaar stijgen. Ja, u bent er heel open in, hè? Of althans, ik kon het gewoon opzoeken in het jaarverslag 2019. Uw verdiensten in totaal, salaris, bonus en een pakket aandelen, pak een beet 4 miljoen euro. Waarvan een bonus van bijna 1 miljoen euro. En die zal dus stijgen, neem ik aan. Ja, als de resultaten zo zijn zoals u voor mij voorspelt, en dat kan ik minder goed dan u. Dan is het zo dat deze bonus over 2020 jaar zal stijgen. Ja, fijn. Fijn. Ja, en de werknemers die zeggen tegelijkertijd, ja, er moet voor ons een nieuwe cao komen. Daar wordt over gepraat, de huidige cao is al afgelopen. En zij zeggen, ja, het gaat nu zo ontzettend goed. En er wordt eigenlijk te weinig verdiend op de vloer. Dus wij willen graag structureel 5% erbij. Ja. Moet kunnen, neem ik aan. Meer dan 85% van onze medewerkers hebben ook een winstuitkering. Ook die zijn blij als het resultaat van de firma beter gaat. En ze dus ook over 2020 een hoger aandeel krijgen in hun salaris.
Er wordt erg veel gesproken over salarissen. Maar een arbeidsvoorwaardenpakket is niet alleen salaris, is niet alleen de winstuitkering, is ook een goed pensioen, is ook een goede ziektekostenverzekering. En wij hebben de taak als directie om voor 380.000 medewerkers dat goed te organiseren. En dat maar is vindt wat... u die vraag van 5% structureel erbij voor de Nederlandse supermarktmedewerkers, vindt u dat een overdreven vraag? Nou, daar ga ik niet op antwoorden. De gesprekken tussen de sociale partners en onze directie in Nederland vindt daar nu plaats. En dat is aan hen om om daaruit te komen. Ja. Nog even voor het oogpunt van de klant. Want mensen bestellen dus vaker online. Dat betekent voor u ook weer, ja, toch weer toegenomen winsten. In de supermarkten gebruiken klanten vaker de zelfscan en zo. Zal de coronacrisis uw branche blijvend veranderen? Ook op dat gebied? Ja, ik denk dat de online verkopen versneld zullen groeien. We zitten nu ongeveer op een aandeel van 5% over ons totale omzet wat online food is, ja. In de foodbranche. Bol.com is natuurlijk 100% online. Ik denk dat het versneld zal groeien. En dat is een van de kenmerken van corona. We hadden het even over gezondheid en de aandacht voor gezondheid. Maar ook de online verkopen. Dus bedrijfsmatig brengt corona eigenlijk alleen maar goed nieuws voor u? Nou, het is bedrijfsmatig? Ja, ik ben blij dat u die vraag stelt. Het is een beetje een wisselend beeld. Corona heeft een enorme impact, een negatieve impact op onze business in Griekenland. Waar toerisme is ingestort. Dus daar gaat het helemaal niet goed qua corona. Dat onderschrijft niet uw conclusie. Nee, zeker niet. De grote steden waar we opereren hebben natuurlijk veel minder zakenverkeer en veel minder toerisme. Dat geldt ook voor de grote steden in Nederland. Dus daar zien we niet zo'n enorm positief corona-effect. En corona komt ook met zeer veel kosten. We hebben het eerste half jaar 300 miljoen uitgegeven aan coronakosten. Dit hele jaar zal 600 miljoen euro zijn aan extra kosten die we hebben. Beveiliging, reiniging, maar ook ondersteunen van charity, van ziekenhuizen, van Rode Kruis en van voedselbanken. Het is niet alleen maar goed nieuws. Het is niet alleen goed nieuws. Die kosten, een van de manieren om kosten te besparen natuurlijk, is robotisering. U had al een winkel, ik meen zelfs hier in Amsterdam, waar geen één medewerker meer binnen was. Dan kom je als klant kom je binnen, je scant in met je pasje, je doet je boodschappen, je loopt weer naar buiten, wordt automatisch afgerekend. Robotisering, is dat de toekomst voor uw bedrijf? Ik denk dat verdere digitalisering en robotisering wel degelijk voor ons bedrijf kunnen helpen. En er zijn heel veel repetitieve taken in ons bedrijf die minder aantrekkelijk zijn voor mensen. En wat betekent dat voor die 100.000 werknemers die u nu heeft? Hoeveel blijven er van over? Nou, die schattingen die hebben we helemaal niet. Want tot nu toe hebben we 4.000 mensen meer aangenomen omdat we online zijn gaan groeien. Ja. Dus tot nu toe hebben we eigenlijk wel meer mensen aangenomen. Dat is heel veel repetitieve arbeid of zware arbeid in DC's. Die een robot of door een stuk automatisering, dat we die kunnen doen. En die medewerkers die nu, zeg maar, een rekening controleren van die duizenden leveranciers die we hebben, wat nu met een stukje robotwerk gedaan wordt. Dat is mooi meegenomen dan, als dat door een robot gedaan kan worden. Maar even kort weg aan het slot van dit gesprek. Denkt u dat die robotisering tot meer banen of tot minder banen zal leiden bij u? Ik denk dat we... Ik zou daar nog geen oordeel over willen geven. In het verleden hebben we ook met automatisering hele goede oplossing gevonden om mensen die van werk naar werk te helpen binnen het bedrijf. Dat is eigenlijk heel goed gegaan. En ik denk dat we ook meer naar servicegerichte taken gaan in winkels. Okay. En als we daardoor tijd kunnen vrijspelen, dan komt het ook de klant ten goede. Fijn dat u hier was. Dank. Graag gedaan.